blijven doen. Nog even naar de haringen. Want de start van het haringseizoen, je gelooft het niet, die staat op losse schroeven. Ja, die liefhebbers van zo'n Hollandse nieuwe, die kunnen niet wachten, maar die moeten dat misschien wel. Het is namelijk zo dat de start, die eigenlijk op 14 juni, woensdag over een week gepland staat, dat die het niet kan gaan halen. 3 dagen later, dan is dit soort deze vlaggetjesdag op Scheveningen. Maar de vlag die kan mogelijk nog niet uit. Dus de haring is niet vet genoeg. Hollandse Nieuwe moet een vetpercentage hebben van minimaal 16%. En door, ja, u heeft ook naar buiten gekeken de afgelopen maand, door het achterlopen van de seizoenen in de natuur is dat proces nog niet voltooid. Dat komt omdat het geen constante, warme, normale, warmere lente is. De temperaturen zijn in principe gewoon te laag. Het water is te koud. De vissen, dus de haringen zelf, die eten zich eigenlijk niet vol met plankton om zich vol te eten tot, wat u zegt, een minimale vetpercentage van 16%. Het is nooit leuk als je zulke berichten kan hoort. Hè. Er is nog een voorraad, maar de uitstel van het Hollandse Nieuw moet niet langer gaan duren, zoals is voorspeld. Zegt deze visboer. Na het weekend dan beslist het Nederlandse Visbureau of die seizoensstart kan worden gehaald.